Welkom bij Recepten van Topchefs. We gaan meteen aan de slag met een voorgerecht van Marcel van Zomeren. En welk restaurant runt Marcel? Restaurant in de Rustwat, in Rotterdam. In de Rustwat. Het klinkt heel fantastisch. Is het ook? Ja, het is een heel oud pandje, 1597. Oké, super. Midden tussen de bomen, ja, toplocatie. Midden tussen de bomen, ja. Maar vandaag gaan we hier koken. Het voorgerecht dus. Ja. Wat wordt het? We gaan een tartaar van kreeft maken. We gaan de klauwtjes gaan we confijten en de knietjes gaan we frituren. En we maken de tartaar op smaak met olijfolie mayonaise, met crème fraîche, met gestifte amandelen gebruneerd. Een heel klein beetje bieslook en voor de fraîcheur in het gerecht, naast de crème fraîche doen we ook nog een beetje crème smit erin. Okay. Als eerste ga ik een heel klein beetje de olie waar we de schaartjes in gaan confijten, ga ik heel licht verwarmen. Goed. Want ik wil geen verdere eiwituittreding, dus we gaan proberen de olie op zo'n graad of 40 à 42 maximaal te krijgen. En je gebruikt hier Valderrama voor? Ja, Arbequina. Arbequina. Ik vind het hele fruitige karakter van de olie vind ik er erg prettig bij. Het tilt het op een hoger plan en dat vind ik gewoon erg prettig. Ja. Dan gaan we de kreeft uit elkaar halen. Dan hebben we geluk met deze. Het is natuurlijk om straks je gerecht te gaan dresseren, is het wel het allermooiste als die heel is. Zo mooi. En dit is gewoon leuk dat het lukt in één keer. Mm-hmm. Nou, deze olie is inmiddels mooi op temperatuur. Ja. We koken de kreeft heel kort. Als je de kreeft helemaal wil gaan verwerken voor een ander gerecht, zou je bijvoorbeeld de staart misschien 5 of 7 minuten. Ja. Maar dit is eigenlijk net zoals je met een tomaatje doet, blancheren. Zodat je hem eruit kan halen, want hij gaat natuurlijk nu verder in de warme olijfolie. Nou, dus als je kreeft klaar maakt, moet je toch er wel even bij zijn? Ja, dan. Buiten de kijf. Dat is toch niet zo simpel, blijkbaar? Nee, maar ons vak verdient natuurlijk heel veel aandacht. Je moet op zo ontiegelijk veel vlakken moet je aandacht besteden en op letten. En gelukkig maar, anders zouden wij saai worden, toch? Tuurlijk. We gaan de tartaar ervan maken. Snijden we fijn. Maar niet te fijn. Een klein beetje grof, zodat je gewoon mooie structuren blijft proeven. Nou, in de tussentijd draaien we nog een keer de kreeft om. Want anders heb je heel erg veel olijfolie nodig. Je ziet nu dat hij heel mooi gaat glanzen, de kreeft. Hij neemt al heel veel van de olijfolie neemt hij in zich op door middel van de warmte. En dat wordt uiteindelijk daardoor een hele malse, met een mooie olijfolie smaak doordrenkte kreeftenschaar. Uh-huh. Maar zo nu en dan een keer even keren, dat is verstandig. Dan gaan we nu de salade verder afmaken. De kreeft vanzelfsprekend. Een klein beetje bieslook wat er doorheen gaat. We hebben een klein beetje appel. En dan vind ik het altijd zelf belangrijk dat je de garnituren kleiner snijdt dan de kreeft, het hoofdonderdeel. Ja. Dus een kleine brunoise snijden we. Uh-huh. Doen we bij. Gaat bij de kreeft? Ja, doen we bij de kreeft. Doe een klein beetje crème fraîche. Zo. En dan hebben we ook nog een beetje olijfolie. Omdat, dat zijn gewoon goede vrienden van elkaar. En de mayonaise, die is helemaal gemaakt op basis van olijfolie. En niet op gewone olie. Geen arachide olie of wat voor favoriete olie dan ook hebben. Ja. Zou kunnen hebben om te doen. Nou, dan gaan we het mengen. Nogmaals belangrijk om het vrij snel te mengen, zodat de appel niet verkleurt. Uh-huh. Nou, zout is naar behoefte. Het is een ziltig beestje, dus je hebt niet zo heel veel nodig. Peper vind ik wel prettig erbij. Heel klein beetje uiengras, bieslook erin. Niet te veel, want het is natuurlijk sterk en het overheerst. Ja, dat is zonde. Nou, dus dit gebruik je eigenlijk in plaats van zout. Mm-hmm. En heel veel kleurwinst ook hierdoor. En dan op het allerlaatste moment om een knappertje ook in het gerecht aan te brengen, doen we gestifte amandelen. Die hebben we geroosterd op 160 graden. En een heel klein knappertje in de vorm van een chippy of in dit geval dus een nootje, maakt het gerecht aangenamer. Ja. Maar dat moet je dus op het laatste moment doen, want anders heeft het knapper gemaakt in de oven of in de pan natuurlijk niet zoveel nut gehad. Ja. Nou Sabine, als jij mij zou willen helpen met dresseren, dan gaarne. En wat doe ik, chef, precies? Ja, ik zou de ring vullen tot de helft. Dan gaan we zo meteen de oesterblaadjes op het allerlaatste moment. Want in olijfolie, hoe goed die ook is, zit altijd een zuurgraad. Ja. Nou, zuur vermalst, dat zien we. Dat gaan we zo met een ander gerecht ook nog doen. Maar daardoor verkleurt het dus ook. Dus op het allerlaatste moment marineren we. Ik gebruik dezelfde arbequinaolie, omdat ik dat gewoon aansluitend vind bij de rest van het gerecht. Uh-huh. Een heel klein beetje, want anders wordt je bord baggervet. En dan maken we het heel klein beetje op smaak. Want dit zijn blaadjes, de oesterliefde, zegt het al, smaakt dus naar oesters. Uh-huh. En gaan we het zo dresseren. Mooi fris, hè? Ja, dat ziet er toch gezellig uit. Om het geheel, dat is nog niet helemaal afmaken, maar bijna, gaan we met een heel fijn raspje, gaan we de hele kleine vlokjes kleine van de limoen. Ja. En dat ziet er ook gezellig uit. Mag jij voor mij alsjeblieft in de tussentijd
het gezellig maken met wat Blue Ocean bloemetjes. Ook dat zo, zijn dus, hier en daar dus een bloemetje de bloeiwijze leggen. Van de plant. Ja. Dus dat hoort bij elkaar. Smaaktechnisch harmonieert dat dus gewoon heel erg. Oké, dan hebben we de kreeft eruit gehaald. We brengen ook een heel klein beetje, echt heel klein beetje, met peper op smaak. Ja. En die gaan we dresseren. Nou, nu zijn we bijna klaar. We gaan de knietjes gaan we even heel licht paneren in gewoon aardappelzetmeel. Dan heb je niet zoveel smaakafleiding. Wat wel belangrijk is, wat ik net al zei, let goed op je veiligheid, want je moet het goed heet doen. Dus we leggen hem erin. Je hoort hem. Bijna niet omdat hij goed gepaneerd is. Ja. Nou, tel maar tot 6. 1, 2, sneller. 3, 4, 5, 6. Hoppakee. Ja, heel kort dus. Ja, want anders verbrandt hij en dat is niet mooi. Ja. Dan hebben we hier ook tevens zo een klein beetje saus van de crème. Misschien heb ik te vocht te weinig eruit gehaald. Ja, maar ik vind dat ook wel prettig, want het is natuurlijk wel de marinade. Nou, dat is finishing touch om het gerecht ietsje makkelijker naast de gekozen wijn te zetten. Hebben we hier in dit verstuivertje, net als een vacuumpompje, dat doe je zo. En dan zit daar een Japanse rijstazijn in. Proef maar, het is heel zacht. Proef maar, dat is heel prettig. Dus... En dan maak je het zo af. Heb je ook een hele frisse nevel, als het ware, over je gerecht. Kijk eens aan. Oké, Marcel, een fantastisch gerecht. Dank je wel. En als je het recept natuurlijk wil nakijken, één ding doen, dat is ga naar de website van receptenvantopchefs.nl. Smakelijk.